En de automatisering van de douane, het zogeheten Asikura-systeem, functioneert weer en is up and running. Dat zei minister Gilmour Hoefdraad van Financiën dinsdag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Het automatiseringssysteem was enkele weken uitgevallen. Intussen is het technisch probleem sinds vorige week donderdag verholpen. Personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvallen van het Asikura-systeem bij de belastingen zullen binnen afzienbare tijd ontmaskerd en aangepakt worden. Hoefdraad hield het college voor dat het systeem gesaboteerd was, waardoor fraudeurs hun slag konden slaan. We weten dat er is gefraudeerd. We weten welke type computer is gebruikt. We weten vanuit welke locatie. Ik kan niet verder hierop ingaan, maar net zat het sluit om degenen die hiermee bezig zijn geweest. Want we zijn met een heel goed team bezig om alles in kaart te brengen. Dus alleen de naam of de namen moeten nog komen. Maar we zijn al heel dichtbij de oplossing van dit vraagstuk. Hetzelfde geldt voor de fraude bij het frustreren van het systeem van de belastingen. We weten ook wie allemaal heeft ingelogd. We weten ook welke beslagen of zijn verwijderd of waarvan de tijden zijn veranderd. Men was zo vernuf om zelfs over te gaan tot het opleggen van beslagen die gingen naar het jaar 3000. Maar we're gonna get them all. We gaan de mensen pakken. We gaan de schoonmaak beginnen. Zodat wij zowel op het directoraat belasting en het onderdeel douane, we toch wel de juiste mensen aan boord hebben. De minister zegt verder dat het een aantal zware maanden waren van onderhandelen om uiteindelijk een overeenkomst te hebben bereikt met het Internationale Monetaire Fonds. Hij geeft aan dat wij als land veel geleerd hebben uit deze situatie. Een betere voorbereiding zou ik niet willen zeggen. Dat we hebben geleerd in deze ervaring als land voor het eerst met het IMF in zee te gaan. Dat kan ik zeker meenemen. En dat er uit deze ervaring toch enorm veel is gehaald. Om welke andere arrangement dan ook die nodig was in de toekomst. Dat wij de vruchten daaruit zouden kunnen plukken. De overeenkomst, waar is de overeenkomst van de lening van 2009 met het IMF? Ik wil hier voor de zoveelste maal benadrukken, er is geen lening geweest van het IMF in 2009. Er is een quotaverdeling geweest als ter ondersteuning van de landen vanwege de crisis van 2008. Dat staat gepubliceerd in het artikel 4 rapport van het IMF, de eerste pagina. Artikel 4 rapport 2009. Vroeger werden er geen internationale reserves gepubliceerd. Vandaag kunt u het zien op onze website. We hebben historische data. Het is een koud kunstje om te zien wanneer in 2009 de reserves met iets van 110, 120 miljoen hebben zijn toegenomen. Dus ik herhaal, ik benadruk, het was geen lening. Suriname heeft meegelift in een quotaverdeling en heeft daarmee $120 miljoen extra mogen hebben. Aldus minister Gilmour Hoefdraad van Financiën. Het automatiseringssysteem van de douane, het zogeheten Asikura-systeem, functioneert volgens de minister weer optimaal.